Ik open de raadsvergadering van 2 november 2017. Wij zijn met z'n allen op oorlogsterkte aanwezig. En dat komt goed uit. Omdat ik denk dat er een grote gemeenschappelijkheid in deze vergadering tentoon zal worden gespreid. In ieder geval is de agenda niet lang. Is er belangstelling om de agenda te wijzigen? Is er niet? Dan gaan we het zo doen. Het vragen half uur, daarvoor hebben wij aangemeld gekregen dat meneer Dunnewind iets wil vragen over vasten. Ga de gang. Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een vraag over de Brink in Varssen. Sinds 2005 is Plaatselijk Belang Varssen bezig met het project Reconstructie Varssen. Een van de zaken wat aangepakt en heringericht zal gaan worden is een ontmoetingspunt, lees een Brink, ter plaatse van erfenverders. Naar de CDA-fractie vernomen heeft, is er regelmatig overleg geweest tussen Plaatselijk Belang Varssen en ambtenaren van zowel de provincie als van de gemeente. Om constructief te kunnen overleggen heeft Plaatselijk Belang Varssen een ontwerp gemaakt dat bijdraagt aan een duurzame inrichting van dit ontmoetingspunt. De verwachting was dat het budget niet toereikend zou zijn om het ontmoetingspunt duurzaam te kunnen uitvoeren. Reden waarom de raad bij de eerste bierraps reeds heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een extra budget van 10.000 euro. De CDA-fractie heeft begrepen dat de kosten hoger uitvallen dan is begroot. Dat dit onder andere te wijten is aan de gevolgen van de wijziging van de bestemming. Om overlast voor omwonenden te voorkomen moesten er namelijk stallingsplaatsen voor fietsen en parkeerplaatsen worden aangelegd. Afgelopen week lazen we in de Stentor dat er ten behoeve van het duurzaam afronden van de Brink in Varssen onvoldoende financiële middelen zijn. De CDA heeft daartoe een aantal vragen waarop we antwoord zou willen hebben. En de eerste vraag is het college op de hoogte van de beschreven situatie met betrekking tot de Brink in Varssen? De tweede vraag, wat is de stand van zaken met betrekking tot de duurzame inrichting van de Brink in Varssen voor wat betreft de daadwerkelijke inrichting en voor wat betreft de financiën? Met andere woorden, is het budget toereikend om invulling te kunnen geven aan het plan zoals door Plaatselijke Bank Varssen is voorgesteld? En de laatste vraag die we hebben, voorzitter. Indien de middelen ontoereikend zijn, is het college in dat geval voornemens om extra budget aan de raad te vragen ten behoeve van het duurzaam kunnen afronden van dit ontmoetingspunt. Tot zover, voorzitter. Voorzitter, dank u wel. Wethouder Katerberg zal deze vragen beantwoorden. Ja, voorzitter. De heer Dunnewind die baseert zich gedeeltelijk op een artikel in de Stentor. En ik heb hier het artikel uit Ommen Nieuws. En dat is een heel andere teneur dan de Stentor. Een heel andere intonatie. Maar dat tezijde. Is het college op de hoogte van de beschreven situatie met betrekking tot de Brink in Varssen? Ja, op hoofdlijnen. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de duurzame inrichting van de Brink? In eerste instantie de daadwerkelijke inrichting. Momenteel wordt de sloop van de bebouwing in opdracht van de provincie uitgevoerd. Voor mei 2018 zorgt de provincie voor de bouw van de vleermuizentoren. En de gemeente zal zorg dragen voor een groene inrichting van de Brink. Dit wordt komend voorjaar uitgevoerd. Een deel van de aanplant zal wellicht na de bouw van de vleermuizentoren moeten plaatsvinden. En dat wordt dan najaar 2018. Dan met betrekking tot de financiën. De financiën van de provincie en gemeente zijn toereikend voor het realiseren van een Brink, zoals aangegeven in het oorspronkelijke streefbeeld voortvarend Varssen. Gebleken is dat ter compensatie van de sloop van de bebouwing een vleermuizenverblijf moet worden gerealiseerd. En de provincie heeft zich ingespannen en middelen gevonden om dit te doen in de vorm van een passend bouwwerk dat past bij deze locatie. Met Plaatselijk Belang Varssen is daarop door de provincie en gemeente nog overleg gevoerd over aanvullende ideeën voor de uitstraling van de vleermuizentoren en de meerkosten daarvan. En wij benadrukken dat de huidige verantwoordelijke bestuurders en ambtenaren van de provincie hun best gedaan hebben om een passende oplossing te vinden voor de sloop van het erf en voor een passende inrichting. En wij waarderen het dat Plaatselijk Belang Varssen zelf op zoek gaat naar aanvullende middelen. Want het door de raad beschikte
beschikbaar gestelde extra budget van 10.000 euro dekt de extra kosten voor de inrichting van de brink. Dit is inclusief de aanpassing van het plan op verzoek van omwonenden. Er worden een aantal parkeerplekken toegevoegd en er komt een fietsenrek. Maar dat past allemaal binnen het vastgestelde budget. Dus waar Plaatselijke Bank Varssel voor gaat, is de kers op de taart. En daar zijn ze zelf bezig financiën voor te vinden. En het college zal de raad niet vragen om extra budget voor het realiseren van de brink. Tot zover de beantwoording. Ja, ik heb nog wel een vraag, voorzitter. Want de heer Katerberg die refereert naar de krant, naar het Ommen Nieuws en naar de Stentor. Dat klopt, hè, die heb ik ook gelezen. Ik heb de mensen van Plaatselijk Belang gesproken. Dat vind ik eigenlijk de eerste informatie, het eerste hand. Dat vind ik eigenlijk vele malen belangrijker. En wat me daar ter oren komt is zeg maar, dat het, de feiten, zoals ik ze nu hoor, ik begrijp ze. Maar de beleving van de mensen van Plaatselijk Belang dat de inrichting van met name de toren, dat het een duurzame inrichting moet zijn waar ze zeg maar, naartoe willen kijken, waar ze de komende 30, 40 jaar tegenaan moeten kijken. Dat het niet een bouwwerk gaat worden waar ze niet achter kunnen staan. En dan is het inderdaad de prijs zwaar dat ze fondsenwerving gaan, alleen de verantwoording van behoorlijk bestuur sinds 2005 bezig zijn en allerlei dingen veranderen. Ik vind dat daar ook een verantwoording ligt voor ons als gemeente. Dus ik betreur het zeg maar, dat daar door het college zo tegen aangekeken wordt. Dat wil ik nog even opmerken, voorzitter. Ja, die laatste opmerking neem ik voor kennisgeving aan. Kunnen we deze vragen zo afronden? Wordt vervolgd? We gaan het zien. Er zijn geen andere vragen meer, dus dit agendapunt is hierbij afgerond. Dan gaan we naar agendapunt 3, het vaststellen van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van 28 september. Kunt u die goedkeuren? Dat is het geval bij deze. Agendapunt 4, de ingekomen stukken en voorstellen naar aanleiding van de ingekomen stukken. Meneer De Jonge wou daar iets over zeggen. Ja, voorzitter, dank u wel. In ieder geval, want de lijst bestaat uit 4 documenten, onder andere een aantal gemeenschappelijke regelingen. En waarin u voorstelt als college om daarop geen zienswijze in te dienen. Ik wou punt 3, de stukken van de BOH, daar uithalen, omdat we die volgende week bij de begroting, de onderdeel is van de begrotingsbehandeling. En ik wil aan u vragen om die te parkeren tot de 9e. En dan zullen we daar waarschijnlijk door middel van motie een zienswijze op indienen, voorzitter. En dat is vraag 1, of u daarmee kan leven. En dan heb ik daar nog een vraag over. Die vraag wilt u gelijk horen, zie ik. Nou, ik heb even snel rondgekeken. Het college kan instemmen met het voorstel om dat even aan te houden na de begroting. Ik begrijp de importantie van uw vraag. Nou, voorzitter, daar ben ik zeer dankbaar over. Want ja, dat geeft ook alweer aan dat wij als gemeenteraad ook wat meer grip krijgen op die stukken. En voorzitter, dan het tweede. Want onderdeel van de stukken is frictiegeld beschikbaar stellen. En ik heb begrepen dat daar een plan ligt vanuit het bestuur van de BOH. En ik weet niet of dat vanuit het algemeen bestuur of daar het bestuur is. Waaruit de reorganisatie van de organisatieontwikkeling in vastgelegd is. En ik zou aan u willen vragen of u uiterlijk maandag dat stuk aan deze gemeenteraad beschikbaar wilt stellen. Er is in ieder geval afgesproken in het presidium en met de fractievoorzitters dat er nog een nadere toelichting komt van de hele transformatie en ook een duiding van de kosten. Die brief is onderweg. Volgens mij gaat morgen het college besluiten dat naar u toe te sturen. Dus kunt u daar ruim op tijd naar kijken. Maar voorzitter, dat stuk heb ik het niet over. Want daar hebben we afgelopen maandag over gesproken. Waar ik het over heb is een document waarin staat van waar de stip op de horizon is voor de kwaliteitsverbetering en de reorganisatieontwikkeling, waar de frictie gelden en in de begroting staat ook nog een bedrag in opgenoemd, ik heb ze niet helder, maar waar dat geld voor nodig is. En ik heb vanmiddag begrepen dat, en dat komt vanuit de directie van de BOH, heb ik uit een stuk gelezen, dat dat stuk voorhanden is. En dat zou ik graag, en de fractievoorzitter van het CDA, die keek me al zeer boos aan, want die zegt, ja, maandag, dat is nog veel te laat, vrijdag. En dus ik wil aan u vragen om dat uiterlijk morgenmiddag aan ons beschikbaar te stellen, het stuk, want dat is voorhanden.
heb ik gelezen. En dat is in Hardenberg, het ligt dat waarschijnlijk rond Plank. En dat willen wij graag morgen, uiterlijk morgenmiddag van u ontvangen. Ja, nou goed, dan moet ik het toch een beetje teleurstellen. Het hele proces is onderweg. We praten er met elkaar over als colleges, ook binnen het bestuur van de BOH. We praten er ook met u over. Ik denk dat het ook belangrijk is dat als u de toelichting aan het stuk morgenavond wilt ontvangen, geeft dat weer verdere verdieping en onderbouwing van het proces waar we in zitten en ook ongeveer de kosten. We hebben ook afgesproken dat we met elkaar in gesprek blijven. Dus een afgerond plan is er volgens mij niet. Waarom is dat? Nou ja, omdat we in het proces zitten, ook met u, om eens wat preciezer uit te dokteren, de materie ons eigen te maken, verder kennis te nemen van wat erachter zit. Dus op een nader moment volgt er wel een plan. We hebben nu ook een directeur die zich vooral bezighoudt met de transformatie van de bedrijfsvoering. De dokter zal er eerst even precies moeten kijken hoe het zit en wat de beste oplossing is. En dat zal zich dan wel verwoorden in één plan. Dus wat u vraagt is denk ik iets te vroeg. Bovendien wil ook iedereen dat de raad met het proces wordt meegenomen. Ik heb die woorden vaak gebruikt de afgelopen weken. En ik heb het gevoel dat dat langzamerhand aan het inbedden is. Dat deze raad wordt meegenomen bij de problematiek, bij de analyse, bij de oplossingsrichting. En ook een verantwoording kan nemen voor een deugdelijke en goed geëquipeerde organisatie. Dus daarover zijn we met elkaar in gesprek en in proces. Nou, voorzitter, het is iets anders dan ik gelezen heb. Ik heb zelfs gelezen dat er in de rekeningcommissie, en dat moet dan die in Hardenberg geweest zijn, want hier is in de rekeningcommissie helemaal niet over gesproken, dat daar al iets over verteld is en wellicht iets over verdeeld is. Ik vraag u 10 minuten schorsing om even met de fractievoorzitters aan de ronde tafel te gaan zitten. Nou, laten we even afwachten dat het morgen komt en dan praten wij verder. Ik schors de vergadering maar even. Dan zie ik heropen de vergadering. Vraag aan meneer De Jonge of de schorsing nog aanleiding geeft tot nadere gedachten en uitspraken. Nou ja, voorzitter, dank u wel. Goed dat we eventjes met elkaar als fractievoorzitters de koppen bij elkaar gestoken hebben. Als ik goed begrepen heb, voorzitter, heeft u aangegeven dat er morgen naar de raad een raadsbrief komt met een verdere uitleg over de stand van zaken, ook naar aanleiding van de presentatie die hier in de raad heeft plaatsgevonden. Daar zit, als ik het dan begrepen heb van u voor de schorsing, zit er ook een stuk in van Een soort plan van waar de 9 ton voor bedoeld is, die gevraagd is vanuit de frictiegelden voor de reorganisatieontwikkeling. We hebben afgesproken, voorzitter, unaniem, dat we dat morgen gaan bestuderen. En als daar niet voldoende informatie over zit voor de besteding van die 9 ton, dan komen wij daar bij de begrotingsbehandeling door middel van een motie of wat dan ook, komen wij daar op terug. Ja, ik moet officieel zeggen, daar neem ik kennis van, maar ik begrijp heel goed wat de achtergrond is van deze vraag. Dus ik zal proberen daar bestuurlijk goed op in te spelen. Ik begrijp uit wat nadere informatie zo in de wandelgangen dat het vooral gaat om het woord plan. Dat kent verschillende interpretaties. De een noemt het een plan, de ander praat meer van een wijze van aanpak. Misschien is dat een beetje De misverstanden veroorzakende reden dat we hier nog wat duidelijkheid in moeten scheppen. Ik zal dat nog eens even nalopen. Hoe dan ook, morgen is er uitleg van de directie over hoe zaken ervoor staan, hoe zaken worden aangepakt. Dat is volgens mij ook wel een onderbouwing van de bedragen. Ik stel voor dat u dat gewoon rustig bekijkt. Als er verdere politieke noties bij zitten, of als je zegt van nou je wilt toch wel iets meer tekst en uitleg, dan gaan we dat proberen te doen. Dan komen we er in ieder geval over te spreken donderdag in de raadsbegroting. En dan gaan we eens kijken waar we dan staan. Zullen we dat zo doen? Goed, hebben we hiermee agenda punt 4 gehad? Bijna, voorzitter, want volgens mij staan er 4 punten op de lijst van inkomende stukken.
Wat mijn fractie betreft kunnen we 1, 2 en 3 akkoord gaan met het voorstel dat het ter afdoening in handen komt van het college en dat er geen zienswijze ingediend wordt en dat plan nummer 3 eruit gaat en dat we die gaan behandelen bij de begrotingsbehandeling. Dus die maakt dan geen onderdeel meer uit. Ik weet niet, misschien had ik het moeten amenderen, maar als ik de toezegging van u heb dat stuk 3 eruit gehaald wordt, dan ben ik in ieder geval tevreden. U hebt dat goed begrepen. Gaan we het zo doen. Agenda punt 4 inmiddels afgehandeld. Dan gaan we naar de mededeling vanuit het college. Wethouder Schelen. Dank u wel, voorzitter. Drie korte mededelingen. Allereerst, ik heb u in kennis gesteld eertijds van de certificering van de JOBV, dat daar enige bedenktijd nodig voor was. Ik kan u melden dat de JBV definitief nu een certificaat heeft gekregen. Ik wil overigens niet zeggen dat daarmee zeg maar de zorg over deze organisatie geheel weg is. Natuurlijk zullen we daar ook bestuurlijk de vinger bij de pols houden. Tweede mededeling is dat vanmiddag de zogenaamde maatschappelijke beursvloer in Ommen heeft plaatsgevonden. Een mooi initiatief, ondernemers en maatschappelijke organisaties die matches hebben geproduceerd. Maar liefst 21 voor een waarde van meer dan 17.000 euro. Prachtig met maatschappelijk resultaat. Zeker iets om nog eens te vervolgen. Tenslotte, voorzitter, de derde mededeling. In deze regio hebben we vanuit zeg maar de regio, vooral de Trias, de vraag gekregen om als gemeente extra aandacht te willen schenken aan de noodzaak van de verhoging van het aantal pleegzorgouders. Juist om de zware zorg te ontlasten. Er komt een hele grote campagne in de heel Overijssel vanaf 1 november. En Ommen is de eerste die daarbij aan de beurt is. 8 november is hier een informatieavond. We hopen dat dat een groot succes wordt. Tot zover, voorzitter. Oké, luistert en huivert. Meneer Katerberg, voor zijn mededeling. Het gaat over de N348. Op 16/6/2016 heeft de Raad het bestemmingsplan Tunnel Dalfs-Holterdijk vastgesteld. En de afgelopen periode is de aanbesteding geweest. En van die aanbesteding maakt ook uit de tunnel in de Oude Twentseweg en de aantakking bij Leemelenveld. Binnenkort is de gunning. En we hebben op dit moment met de gemeente Raalte en Dalfsen en de provincie nog het afstemmingsoverleg. En die communicatie die komt erg nauwkeurig vanwege het feit dat er drie raden bij betrokken zijn. En over het vervolg zal ik u middels een raadsbrief informeren. Goed, er zit schot in de zaak. Dat valt ook. Is er nog een vraag? Ja. Nee. Het klinkt misschien heel gek, maar als de aanbesteding geweest is, dan is de eerste voor de hand liggende vraag, is er een aanbestedingsresultaat? Geeft er op dit moment, kan ik verder nog geen informatie geven. Nee. Verder geen vragen? Ja. Voorzitter, ik heb steeds begrepen dat de start zal zijn begin volgend jaar. Loopt dit nu vertraging op of zegt u, portefeuillehouder, we zitten nog op lijn? Volgens mij zitten we nog op lijn. Alleen we moeten ook nog even de afstemming zoeken met het afsluiten van wegen in verband met toeristenseizoen en dergelijke. En daar wordt op dit moment ook naar gekeken. Goed, we beschouwen deze vragen als een bemoediging in ons optreden. Dank u wel. Van de gast nog mededelingen? Niet, ik heb ze ook niet. Dan sluiten we dit af. Gaan we naar de hamerstukken, agenda punt 6, de forensenbelasting 2018. Zijn er stemverklaringen? Ja, meneer De Jonge. Geen anderen? Nee. Ja, voorzitter, het standpunt van de VOV, daar waar het gaat over forens- en toeristenbelasting, die zijn helder. We hebben even het proces doorlopen en het is of je het ermee eens bent, wie op democratische manier gelopen. En we zien dit voorstel als een stap in de goede richting om onze gasten tegemoet te komen, zodat we nog verder kunnen afwaarderen de forensenbelasting. Dank u wel. Verder geen stemverklaringen. Dan is het hiermee vastgesteld. Dames en heren, we zijn door de agendapunten heen. Ik sluit de vergadering. Ik wens u nog een plezierige avond. Dank u wel.